Maar mooi mensen, waar is hier? Welkom terug op Cold Crest Platinum Edition. En vandaag zijn wij in konvooi bezig. Mini-konvooitje. Mini-konvooitje. Ik hoop alleen dat het is. Ik heb gewoon nog een volger gezien. Oké. Vanmorgen heerlijk uitgekomen. Lekker uitslapen. Ik heb eens even naar buiten gekeken. Ik heb buiten mijn steentje hangen. En het was nat. Dus dat betekent dat wij regen. Ik hoop ook dat ik jullie allemaal zo'n steentje heb. Gewoon een steentje en een touwtje. Je kent het, hè? Steentje aan het touwtje. Als het steentje warm wordt, dan hebben we mooi weer. Wordt het steentje nat, dan hebben we regen. We gaan het steentje van links naar rechts of van rechts naar links. Dan hebben we een boei. Waait het heel erg hard, sorry. Dan weet je ook dat een dikke boei hebt. Dan weet je ook dat het hard waait. Gaat steentje van onder naar boven. Dan woon je in Groningen. Als je door steentje van onder naar boven gaat, dat betekent dat je in Groningen. Groningen hebben ze last van aardbevingen. Dus steentje van onder naar boven gaat, dan woon je in Groningen. Ja, heel simpel. Goed. Dan zou je denken, wat ben je nou weer aan het doen? Ik zat te maaien. Ja. Ik zit hier op het wel. Ik heb geen eerder mogen. Ja, ik zal het maaien. Ja, ja nou. Kom terug. Ik had ook gewoon shift F. Goed, ik weet niet hoe ik het moet uitzetten daar. Shift F. Als ik in die trekker zit, even van sorry vergeten hoor. Dat is niet zo heel erg natuurlijk. Ik sta gewoon weer ervoor in. Oh, waar zijn de lampen aan? Ja. Ja, we zouden gaan maaien, maar ik heb besloten de maaiers hier neer te zetten. Omdat ik daar ook nog een stukje grond heb zitten. En die ben nog niet klaar. Oh ja, die ben nou al klaar. Oké. Oh, hier moet ook van alles gebeuren. Daar ben ik niet voor. We zijn eerst aan. Die moet er ook heen weg. We zijn eerst aan het maaien. Even tussendoor hoor. Even deze tussendoor weghalen. Die staat wel machtig in pad. En natuurlijk heb ik een slukje koffie tussendoor. Al is deze niet zo heet als die van gisteren. Ja, we proberen toch nog wat. Hè. Goed, de meeste machines hebben we er allemaal uitgehaald. En een heleboel machines. Zaaimachines. Weet ik wat allemaal trekkers. En ik geloof toch dat het aan die Duits ligt. In deze serie. Dus dat hebben we mee opgehouden. Ik heb al wel pakjes liggen. Die liggen soms niet helemaal erg netjes. Dat is niet zo'n heel. Oeh, heel groot probleem. Ik loop een beetje daar. Goed, wij hebben hier nog een streepje gras. Dat kunnen wij oprapen voor. We hebben hier ook geen silo staan, hè? Ja, daar ligt ook een paaltje. Dat was volgens mij nu. Ja, die zag al een beetje van mijn nieuwe machine staan. Daar hebben wij wat staan. Heb ik nog niet vaker gehad. Ik ga je hier eigenlijk
Wat heb ik gedaan? Ik heb een tracker gekocht. Een Vent Vario T. Die is zowel in het groen als in het zwart. Ik wou de John Deere mij ervoor zetten, maar die passen niet echt aan elkaar. Wij gaan dus nog wel even weer op zoek naar andere maaiers die ook achter me zo aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daar hebben we een lelie achter zitten. Dat is eigenlijk de gewone lelie. Alleen dan een met trekstang. En aftakas. Oh, dat is wel netjes. Nou, en daarachter zit de pers. Niet de pers die we net hebben weggebracht, maar een tweede nieuwe pers. Wat dichterbij. Ik heb er trouwens gewicht achterop, waarom weet ik eigenlijk nog niet, maar vond ik leuk. Kost alleen maar geld. En alleen maar straattegels. En er zitten spanbandjes aan. Ik zou je zeggen, jongens, nou, dat zijn spanbandjes van een stuk stront. Dat zijn hele goedkope, dunne spanbandjes. Ik had daar toch wel wat dikkere spanbanden op willen hebben, maar ja. Goed, iedereen is nou doof. Aan de binnenkant is het niet veel beter. Het doet niet veel. Er zit geen IC op. Vind ik ook niet erg. Het gaat om de trekker. Aan de buitenkant geeft het dan nog op de bal. Nou, dan gaan we met het opstart. Deze lijn maakt me af. Hier en daar ligt natuurlijk nog wel een hoop gras. Ja, ik ben wel aan het roken geweest. Het is een enorme combinatie. Maar ik vind het altijd goed. Het is hartstikke leuk om te zien. Maar waar ga je ermee heen? Hier ook opslag hebben. Ik moet dat verder zo. Kijk, hier kan ik over dat ding heen rijden. Zo.
Bijna. Hij draait wel enorm snel. Ja, daar staat hij dan. En ik kan hier gras gooien. En gras hebben wij natuurlijk hier weer voor nodig. Gras, hooi, silage en stro. Oh ja, stro heb ik ook nog een beetje liggen, niet zo bar veel. Is dat deze nou aan of is deze nou uit? Hop, staat er aan. Komt toch aardig weer goed. Komt altijd wel. Goed. Ach, die steentje nu begint al warm te worden. Ja, ik heb het steentje laatst ook verteld dat farm in 719 aankwam. Om nog een steentje te kopen. Ja. Ik kan er ook niet op wachten. Goed, alle barres komt weer. Ik heb heerlijk het slapen morgens. Ja, dat bed had voor mij dat, dat doet soms wel eens goed. Goede dingen. Ja, ik kan lang op blijven liggen. En, heel raar, je wordt er toch een beetje vrolijker van als je weer opstaat. Komt er weer eens hier uit. Dat doe ik niet vaak zo vroeg of zo laat. Zo maar echt laat. Dat is volgens mij al 8 uur. Dus ja, ik heb er heel lang op gelegen. Heel lang. Voor mij doen we. Ik weet het niet. Als het niet zo werkt, dan hoor ik het graag. Goed, we hebben wat garage. Niet gas, maar garage. Dat kunnen we ook hier krijgen. Van en de ei. Hoppa, weg is het. Nou, Humpty Dumpty met het karretje kan hier alweer staan, dacht ik. Of het karretje kan daar staan. Die doet hij dan er niet hoor zijn. Hij die tondeer die rijdt lekker. Ze krijgen waarschijnlijk ook Shunnies in 19, dus ik weet er niks van. Ik kijk er niet zoveel aan. Ik wacht af. Ik ben ook al niet zo heel erg benieuwd of zo, maar ik wacht af. Ik moet gras oprapen. Ik had zo'n ding. Ladenwagen. Daar hebben we er één van. Oké. Ja. Maar als ik me zo een aanschaf, prijs is nog niet aangepast, oh ja, sorry, weet ik. Niet alles kan in één keer. Ah.
Maar hier kan ik tenminste gras mee maaien. En dan kunnen we gelijk dumpen in de ook hier hebben wij een klein stukje lopen maaien. En niet alles meegenomen. Dat kan hij dus wel. En ik vind dit leuk omdat ik ook hier stro mee kan halen. Even leuk om met zo'n ding te werken, maar ik moet niet al te veel materiaal meer hebben. Dan weet je wat er gaat gebeuren bij mij. Vlieg natuurlijk met knipperen, niks werkt. En dan krijg je die partij hoofdpijn aan. Dus wij gaan verder met zoiets. Zo, hij neemt eerst dat dit niet zo'n barrefilm in. Dat geeft mij een mooie tijd straks om koffie op te halen. En het is rond de middag nou. Dus we gaan koffie halen en een broodje. En wat gaan we weer doen? En ga straks. Ik heb er wel zin in, ik ga straks nog eentje maken. Deze komt vandaag uit. En de volgende van morgen. En heel misschien, denk ik wel. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat misschien nog wel een. Oh ja, dat is ook vaak. Ik kan niet zo van die schep op wachten. Of als ik heel erg veel zin heb, dat ik misschien. Vraag niet. Nou, wat doen we nou? Ik heb de handen van het stuur af. We zijn aan het gras maaien. We gaan de voermachine opvullen. En we gooien wat in de silo. Dan heb ik hier gras liggen. Ik heb daar nog een klein streepje gras liggen. Dus ik hoop dat we dat nog hebben straks. Kijk, deze komt mooi uit. Dus ik had daarvoor ook nog even een streepje laten moeten liggen. Ik heb gezien dat wij aardappels moeten oosten. Ik heb gezien dat wij bieten moeten oosten. En ik zie ook dat ons 2 miljoen die wij bijna hadden weg zijn. Waar die gebleven zijn. Goeie vraag. Volgende vraag graag. Waar die gebleven zijn. Zo. Dat ligt erin. Dan gaan wij door naar de stroom. Ik heb hier geen koorspelers dergelijks ingezet, dus wij moeten dat zelf even met hand ophalen. Dat is ook niet zo'n probleem, dat kan ook met GPS. Kijk, zet ik de GPS even goed. En op Sint-Miel. Schoutmiel. Ik ga op Sint-Miel. Karamel. Zo halen we dus ook stro wel. Hij heeft een wat bredere opraper dan de pakjesmaker. Ja, hij vindt niet zo makkelijk. Hij raapt alles op vooruit, de vrachtruit, hij raapt alles op. Greenhouses. Linksbovenin, die moeten ook nog gedaan worden. Je bent, die doet ook niks volgens mij, hè? Maak eens aan dan.
ook hierom denken dat je niet heel veel gras heen rijdt, want hij maait van het ongelijk. Vol. Maar ja, die grote moeten nemen. Ik heb gewoon voor deze in het plus notepad plus mono, ja die dus. Daar hebben we dus een daar hebben we mee bewerkt, hebben we gewoon eentje voor de capaciteit gezet. Dat werkt. Oh, GPS aan. GPS opzij. Dat is wel een nadeel. Oh. Control, GPS opzij. GPS aan. P2. De Karma. Als ik hem via Coreplay doe, dan post hij via Coreplay. Dan kan ik deze ook gewoon in Coreplay zetten. Ik heb altijd het probleem dat ik via Coreplay niet terug kan komen. Dat ligt waarschijnlijk. Ja, het ligt 100% zeker aan mij. Maar ja. Goed, wat ik kan doen. En natuurlijk maaien we nu gelijk ook het gras. Dus het gras ligt achter ons in 2 rijen. Ja, niks aan te doen. En het gras ligt plat, heel erg veel. Niks aan te doen. Is niet zo erg. Ik vind alles best. Ik kan hier mooi in. Ik geef hier staat me aan, maar ik heb zo weer nodig. Ja, in elk geval wat ik voorraad, hè. Deze eruit. Goed, nou, even een beetje
gras overal weggehaald. Hier laat ik een streepje. En dan moeten we nog een keer onder het veld heen. Dat kunnen we ook gelijk even doen. Hij volgt het spoor aardig goed, dus dat is. Ik heb geen GPS aan of iets dergelijks. Nou, hij volgt het spoor aardig goed. Je kunt ook zien aan de zijkant. Ja. De kleur verandert van donker naar licht. Nou, daar ligt niks. Al door wie wel. Als er een stukje oversteekt, zie je het zo heen keer. Dus dat heb ik vriend nog gestuurd. Dus dat is ook weer erg makkelijk en handig. Ik zal eens kijken of ik nog weet waar deze staan. En anders moet ik mezelf maar even opzoeken. Mothub US, geloof ik, heb hem weg. Opruimen graag. Dat doet hij niet helemaal, maar het gras op het veld gaat weg. We gaan niet slaan op het veld laten liggen. Dat doen we. Zo krijgen we toch aardig weer wat gras. Ja, hij raadt niet zoveel op, maar het maakt niet zo bar veel op als het maait. Dat is niet zo breed. Is ook niet nodig eigenlijk. Het breed zat zo. En dat zeg ik weer, mensen beginnen nou niet aan, laat hem lekker zo breed. Ga hem niet veranderen. Ja, dat heb ik al eerder gehad. Eentje die was heel erg goed en de volgende dag was hij veranderd. Jammer. Oké, dan speel ik ook met die veranderd. Die dingen die zijn veranderd, maar. Ja. Soms pakt het ook alweer goed uit. Niet altijd. Soms pakt het ook alweer goed uit. Dat is niks gemaakt met het hele grote ding. Verdwenen door dat we er wat neer hebben geplaatst. Oops, sorry. Ook deze lading kan gewoon in de silo's. Ik zou maar zeggen dat deze lading daar gewoon in de zielen in. En hierop doet hij. Joehoe! Klaar, fertig. Extra. Next one. Hoppa. Ja. Volgens mij heb ik nu al 20 minuten gereden. Dat zie ik straks al aan het eind van de video. Dacht ik. Dicht? Ja. Goed. Ik ga straks weer eens even verder. Ik zorg ook dat hier een ploeg heen komt. Dat gedeelte wordt geploegd. En straks op de boerderij zelf gaan we nog eens even kijken wat we daar allemaal kunnen doen. Mest en water en de watertank staat bij de fertilizer. Dat gaan we doen. Hey mensen, dank u voor het kijken. En tot de volgende keer. Mooi.